welkom allemaal. Wij willen jullie even bijpraten over het onderwerp kiezenloten van lossen. Dat is wethouder Hassink, die een vluchtelingenportefeuille heeft. En ondergetekende die een crisisbestrijding in een portefeuille heeft. Van die hoedanigheid, de burgemeester verantwoordelijk bent voor het onderdeel crisisnoodopvang. En ik heb een aantal vanuit de ambtelijke organisatie die al een tijdje bezig zijn om dit geheel te organiseren. Nou, het mag geen verrassing zijn, we zijn volgens mij de 8e Twentse gemeente die crisisnoodopvang doet. We hebben ook al vaker als losser aangegeven dat wij daartoe bereid zijn. We hebben de afgelopen maanden ook gekeken van als we het doen, waar kunnen we het doen en wat is daarvoor nodig. En ik moet zeggen, we hebben ook heel goed geleerd van hoe het in andere gemeenten gebeurt. Als Twente, dat is denk ik wel een positief punt. In dit kader hebben we ook de afgelopen maanden en weken ook elkaar opgezocht en met elkaar gaan samenwerken. Een deel van het werk wat hier nu gebeurt in Lossen, gebeurt ook door ambtenaren die of van de GLR zijn, dus vanuit de zorg, hulpverlening, geneeskundige dienst, of mensen die vanuit ervaring hebben bij andere gemeenten die ons daarbij ondersteunen. En zo doen we dat eigenlijk met z'n allen. Geven ook bij aan, dat hebben we vorige week bekendgemaakt als Twentse gemeente, dat wat ons betreft die crisisnoodopvang eindig moet zijn. Niet een humane manier is hoe je met mensen sleept van de ene locatie naar de andere. En dat we willen op termijn naar een noodopvang locaties, meerdere in Twente. Daar vorige week Enschede het college in ieder geval al aangegeven wat zij voor ogen heeft. En wat ons betreft moet dat ertoe leiden dat we op een gegeven moment in de loop van begin volgend jaar kunnen zeggen van we zijn afgelopen met de crisisnoodopvang, we doen alleen nog maar de noodopvang. En dat gaat dan om mensen die bij Te Apel of elders in Nederland bij een eerste locatie zijn binnengekomen en vervolgens voordat ze in de procedure komen, voordat ze een aantal stappen moeten doorlopen om tot het besluit te komen wel of niet vluchteling. Die groep mensen die moeten nu worden op dit moment in die crisisnoodopvang gevangen. Het gaat in Lossen voor een periode van 5 keer 24 uur, dus 5 dagen. 10 december hebben we laten COA weten, dat zal op dit moment gebeuren, of misschien kort hierna, dat we vanaf 10 december de hal ter beschikking hebben. Dat betekent concreet dat vanaf 7 december de sporthal de Fakkel eruit gaat voor het reguliere gebruik, opbouw. En vervolgens dan altijd afwachten, dus ook de ervaring van komt men op 10 december, dat weet je nooit van tevoren. Maar we verwachten rond 10 december dat er een groep van, wat ons betreft, maximaal 200 mensen komen. Waar die groep uit bestaat, dat weten we ook uit andere gemeenten. Dat is ook van tevoren niet aan te geven. We zien wel dat er steeds meer homogenere groepen komen. Dus of Syriërs alleen, of Syriërs en Irakezen, waarin het begin nog wel heel veel verschillende nationaliteiten. Maar ook daar is geen zekerheid over te zeggen. Maar je ziet wel dat daar een bepaalde, ook bij de COA, wat ervaring in komt. En 200 mensen die we dan gedurende die periode gaan opvangen. Nou, overal in Twente hebben we ervaring, beveiliging, ervaring met geneeskundige hulp, ervaring met catering, et cetera, et cetera. Dus dat hele traject, die draaiboeken die overal in Twente al de afgelopen maanden steeds beter zijn geworden, daar maken wij nu ook optimaal gebruik van. Wat we wel ook tegen elkaar hebben gezegd van, we willen ook het ook een losse steentje geven. Nou, wethouder Hassink zal iets straks vertellen over hoe het met vrijwilligers omgaat. Maar uit mijn eigen verantwoordelijkheid voor economie ook belangrijk dat we gezegd hebben, een deel van de uitgaven die we doen willen we ook bij het lossersbedrijfsleven laten terechtkomen. Bijvoorbeeld de schoonmaak, bijvoorbeeld de inrichting, een deel van de inrichting van de hal, bijvoorbeeld de kleine catering voor de vrijwilligers en dergelijke. Dus allerlei zaken waarvan wij denken dat, of waarvan we weten dat losse bedrijven kunnen, willen we ook de losse bedrijven laten doen. Dus daar hebben we ook al contact mee gehad en ook al eerst offertes opgevraagd. Dus dat is een beetje het traject.
Nou, omwonenden worden op dit moment, hebben vanochtend vanaf 11 uur een brief gekregen. Omwonenden rond in de Fachel, 300 adressen. Ja. En we hebben aanstaande donderdag om 7:30 een informatieavond. Primair bedoeld om meer te vertellen over de crisisnoodopvang. Dus eigenlijk meer bedoeld voor omwonenden, maar we hebben gezegd van iedereen die toch wat vragen heeft over die crisisnoodopvang is ook welkom. Dus daar willen we gewoon informatie aan. Die doen we in de Martinuskerk, de Kloppenstraat ligt in de buurt, denk ik, ons goede locatie, omdat het in de omgeving ligt. Eens even kijken. Er komt op de website de nodige informatie te staan, die wordt op dit moment ook online gezet op onze website losse.nl. Daar staan alle, maar dat is ook zoals we overal elders in Twente hebben gedaan, daar staan Q&A's over, er kan tijdens kantooruren gebeld worden voor vragen en opmerkingen naar een nummer, e-mailadressen. En we gaan kijken, inderdaad hebben we ook goede ervaringen elders in de regio om omwonenden en andere belangstellenden voordat de vluchtelingen komen een rondleiding te geven door de hal. Ook daar met school over gehad. Dus dat zijn we nu ook aan het regelen en hopen ook dat daar gebruik van te maken. We hebben teruggekregen uit andere gemeenten, ook uit Denenkamp, dat voor veel woonden ook een heel mooi was om te doen en ook wel bijzonder en dat het erg op prijs werd besteld. Dat is een beetje het palet wat betreft de organisatie. Misschien dat Joop iets kan vertellen over hoe we proberen de losse samenleving te betrekken bij het geheel. Ja, in het algemeen wat we horen van ook andere gemeenten is de mensen die komen, moet je een evenwicht vinden tussen rust en toch wat kunnen die mensen nog aan activiteiten doen. Je moet daar niet een overdaad mee doen. In de voorbereiding hebben we natuurlijk een heleboel instanties benaderd. Heel veel mensen zijn met de voorbereiding bezig. En wat vrijwilligers betreft hebben we het fundament benaderd om die coördinatie van de vrijwilligers op zich te nemen. En dan moet je toch breed kijken, want je weet niet, komen er veel kinderen, komen er weinig kinderen, zijn vooral volwassenen. Dus, maar waar denken we aan? Toch iets te kunnen aanbieden op voetbalgebied. Misschien zijn er mensen die toch iets van lopen willen, hardlopen. Tafeltennistafels, voetbalspellen. Misschien heb je kinderfietsjes nodig. Misschien Lego materiaal. Je moet er wel voorbereid zijn of je het allemaal nodig hebt. Dat weet je niet bij voorbaat. Dus gewoon iets waar mensen zelf kunnen pakken, zelf wat mee kunnen doen. Los daarvan zijn ook sportverenigingen benaderd. Voor het geval er toch behoefte is en mensen willen om daar wat mee te kunnen doen. Maar heel belangrijk is wel leidend is wat de mensen die er zelf komen, wat die daarmee ook komen. Hetzelfde geldt voor muziek. Ook muziek vanuit het losse wordt ingeschakeld om te kijken wat men daar kan doen. Wat ik eigenlijk in andere gemeenten nog niet heb gehoord, maar waar hier toch naar wordt gekeken is, is er iets van een ecumenische kerkdienst mogelijk om dat te doen? Is daar behoefte aan? Kunnen we dat gaan opzetten? Zaken als wat we in andere gemeenten hebben van wassen van kleding, lijkt ons een zeer zinvol iets. Moet nog nader ingevuld worden. We zijn nog aan het kijken hoe we dat in het losse het beste zou kunnen doen. Tolken is natuurlijk heel belangrijk iets, maar daar kun je, de burgemeester zei net al, je kunt naar het hele professionele kijken, maar je kunt ook kijken van wat heb je al in huis. We hebben heel veel natuurlijk statushouders in huis die ook wel goed Nederlands spreken en ook iets samenwerken met Palet. Kijken ook hoe in de vrijwilligers zich wie ook mensen die verschillende talen kunnen spreken kunnen inzetten. Nou, dus voorbereid op heel veel, maar exact de uitvoering die straks moet gaan landen, ligt eerst van de samenstelling van de groep zoals we die in huis hebben. En er komt een website met allerlei info erop. En ook weer een e-mailadres waar mensen zich kunnen melden, ook om met name die vrijwilligers. Dus staat ook allemaal in het persbericht. ID, dat staat dan. De laatste, waarom doen we dit? Waarom hebben we als college gemeente dit te doen? Ik denk dat het antwoord logisch is. We zien beelden op tv van een crisis, van een oorlogssituatie en groepen vluchtelingen die naar Europa komen. We vinden ook dat we daar verantwoordelijkheid hebben om daar een steentje, een bijdrage aan te leveren. Dat is één reden. En tweede, zeg ik altijd heel nuchter, we hebben te maken met de situatie en lossen veranderen we de wereld niet.
Nederland heeft te maken met die aantallen. Daar moet iedere gemeente een bijdrage aan leveren. En dat hoort ook bij goed besturen dat je daar een bijdrage aan levert. En iedere gemeente doet dat op zijn of haar manier. Afhankelijk ook van wat er allemaal verder mogelijk is. De ene kiest voor een AZC omdat men een aantal klanten levert staan. De andere kiest zoals losser voor versterkt of meer statushouders op te nemen. En de merendeel van de gemeente kiest ook voor om een crisisnoodopvang te doen. Dus het is ook, vind ik, onderdeel zijn van een gemeente, van dit land, dat je ook gewoon nationaal, internationaal probleem, wat ze nationaal voordoet, daar lokaal in willen maken. Dat is duidelijk, maar we hebben het over een periode van 5x24 uur. Ja. Hoe vaak herhaalt zich dat? De bedoeling is, wat ik aangaf, dat we in Twente naar een systeem gaan van noodopvang, zodat crisisnoodopvang overbodig is. Dus dat we zeggen van, eigenlijk zouden we van dat crisisnoodopvang af moeten. Of zich dat uiteindelijk regelt, daar kun je geen garanties geven, maar dat is wel de inzet. Daar hebben we vorige week ook als Twentse gemeente over gecommuniceerd, om versterkt op die noodopvang op te zitten. Namens de gemeente, er is in Twente een projectgroep waar Joop Hassink in zit, onder andere ook een van de betrokkenen is, maar ook de burgemeester van Enschede en de burgemeester van Hengelo, die juist die Twentse aanpak, hè, van de hele keten, zowel van hoe kun je versterkt statushouders meer opnemen, tot aan waar doe je de noodopvang en waar doe je de AZC's, daarmee bezig is om dat op een goede manier te doen, zodat ook richting COA kan worden aangegeven van hoe we het in Twente doen. En met de bedoeling, want daar is ook het Rijk is daar ongelukkig mee, maar zeker de gemeente, dat gesleep van de ene locatie naar de andere, de mensen met de 7-8 polsbandjes, ja, dat is voor de mensen niet goed, maar het is ook heel inefficiënt. Je moet iedere keer weer een hal. Kost geld. Geld is in eerdere instantie was dat voor rekening voor het COA en rekening voor het Rijk en rekening gemeente. Dat was €40. Daarvan was het lang niet kostendekkend. Het Rijk heeft samen met de VNG besloten, dus is er ook over een bericht over gekomen dat dat bedrag naar €100 wordt opgetrokken. Ook met terugwerkende kracht. Waarvan onze inschatting is aan uitgaven die we doen. Dan hebben we niet over personele inzet. Personele inzet, dat zijn gewoon reguliere ambtenaren die dit erbij doen of even een deel van de werk laten liggen. Dat kun je daar niet uit betalen. Maar de kosten die je maakt als gemeente, is onze inschatting dat we die van die €100 kunnen dekken. Dus, van 40 naar 100? Ja. Okay. Andere vragen? Ik ga even Jaap nog? Ja, zo. Okay. Ja, ik nog. De tolken, Joop Hassink had het net over Turkse mensen, maar het gaat hier voor mij vooral om Syrische mensen en die spreken geen Turks op het algemeen. En nou is er in Oldenzaal een vrij grote groep Syrische orthodoxen. Zoeken jullie nog contact met Oldenzaal om daar bijvoorbeeld mensen van te kunnen inschakelen? Want ik wist van de vorige keer dat de noodopvang was in de Oldenzaal, dat er zelfs een overschot was aan mensen die zich hebben aangeworven als tolk. Ja, even voor alle duidelijkheid. Volgens mij heb ik het niet over Turkse mensen gehad. En jij legt direct een relatie naar Syrische orthodoxe mensen. De grootste groep, als ze al Syrisch zijn, zijn dat over het algemeen weinig of geen Syrische orthodoxe mensen. Dan wel moslims. Ze zijn vaak moslims. En waar we contact hebben, onder andere, het palet kent de mensen en in los hebben we heel veel statushouders, dus we hebben heel veel mensen ook uit de Syrische wereld. En sommigen kunnen beter Nederlands, anderen kunnen minder Nederlands, maar spreken dan misschien wel Engels. Maar Palet heeft heel goed zicht op die mensen. Ja. Die kan ons daar dus heel goed in vertellen. Als je mensen nog zelf actief wilt benaderen, kun je bij die mensen goed terecht. En ik heb inderdaad ook op een gegeven moment onderzaal dat ook op die avond heel spontaan een aantal van die mensen gemeld hebben. Ja. Ja, dus die contacten zijn aan. Het aantal statushouders is wat wij als losse opnemen, is meer dan we moeten doen. Dus daar zitten heel veel Syrische mensen al de afgelopen jaren bij. Ik heb gisteren zelf een contact gehad met COA. En COA vertelde ook dat zij eigenlijk pas op het laatste moment weten hoe die groepen samengesteld zijn. Ja. Geeft dat nog organisatorische problemen? Ik bedoel, stel dat de groep is die helemaal nieuw is,
of een groep die bijvoorbeeld op twee plekken heeft gezeten, maakt dat gewoon verschil voor de organisatie? Ja, dat is zo, dus je moet heel flexibel zijn. Dus dat is onze ervaring ook, dat je flexibel moet zijn. Ook bijvoorbeeld, als je meer gezinnen hebt, hè, dan heb je een ander soort, dan deel je de ruimte net iets anders in. Maar ook daarin is heel veel ervaring. Dat is echt op het moment dat de groepen komen, of als je gaat horen wat voor groep het is, dan moet je even zeggen van, dan gaan we de zaal misschien net iets anders indelen. Ook als de mensen zijn, wil het nog wel eens voorkomen, heb ik begrepen dat mensen zeggen van, goh, we willen toch liever met een deel in een bepaalde hoekje zitten. Dus het is allemaal even, gewoon die eerste uren, ook eten bijvoorbeeld, vandaar ook dat we gebruik maken van degene van Huskus die dat al overal doet. Omdat die ook heel flexibel ineens kunnen schalen. Hè. Het kan ineens zijn dat je maar 100 in plaats van 200 krijgt. Ja, dan moet je natuurlijk geen 200 maaltijden. Maar het kan ook zijn dat je mensen om 1 uur krijgt, terwijl je er in eerste instantie om 6 uur uitging. Dus dan moet je ook snel kunnen schakelen. Dus die onzekerheid die er door het COA en... die zekerheid die COA niet kan bieden, betekent dus dat je wel daar in de organisatie rekening mee moet houden. Ja. En daar hebben we ook, daar is in Twente zoveel ervaring nu mee. Je maakt ook uit of de hele groep uit één land komt of dat je uit verschillende landen hebt. Ja. Mm-hmm. Dat is gewoon gezend samensteken. Ja. Even voor mijn beeld. Onbekend aantal mensen komt nu voor 5 dagen naar de vak. Ja. Betekent dat na 5 dagen de fakkel weer gebruikt wordt? Ja. Komt er dan een nieuwe groep? Nee, dan gaan we de fakkel weer gewoon weer gebruik maken voor waar die normaal voor gebruikt wordt, voor sport en spel. Dus de zaterdag nadat de mensen weggaan, dan moet de fakkel weer gebruikslaar zijn. Hè? We beginnen maandag op te bouwen, dan hebben we gedurende 1 weekend dat de fakkel in gebruik is. En dan op de zaterdag, dus de vrijdag moet die weer aan het eind van de middag of avond weer schoon worden opgeleverd, zodat de zaterdag weer mensen in kunnen. Okay. Dat is ook de reden waarom je het zo gepland hebt. Diverse gebruikers, hebben die allemaal positief gereageerd? We hebben contact gehad met diverse gebruikers, zeker de grote gebruikers. Daar wordt gewoon naar gekeken van of er oplossingen zijn. En het kan zijn dat men zegt van we gaan bijvoorbeeld de trainingen die doet. Het kan ook zijn dat men de uitwedstrijden speelt. Ook daar is heel veel ervaring mee. Het kan zijn dat men elders in de gemeente, we hebben natuurlijk meerdere sportlocaties in de Lutte en Overdinkel. We hebben ook een paar in Klein in Lossel. Dat je daar, dus we proberen maatwerk te leveren. Dus met de 2 grote verenigingen is contact geweest. Met 3 verenigingen is al contact geweest. Dat is AGVL, omdat die een uitvoering hebben op de 13e. En daar zijn we nu in gesprek mee. Dat wordt waarschijnlijk op een ander tijdstip in januari gedaan. Dus als dat rond is, dan... dus dat gaat allemaal in goed overleg. En we proberen daar gewoon maatwerk voor te leveren. Of dat 100% het geval is, maar... mijn ervaring is ook dat mensen daar wel begripvol zijn. We doen dit niet omdat er niets aan de hand is, maar het gaat er daadwerkelijk om dat we met iets te maken hebben, wat met crisis te maken heeft, met mensen die hulp behoeven. Dus daar wordt gewoon maatwerk geleverd. Die brieven, jullie hebben 300 brieven gestuurd naar omwonenden. Is het de bedoeling dat zij dat ook moeten zien als uitnodiging voor donderdagavond? Ja. Of is dit... Staat het open voor iedereen doorgaan? Nou, wat ik eerder zei, van primair gaat de avond op de crisisnoodopvang, maar de avond is gewoon voor iedereen toegankelijk. Maar het onderwerp is crisisnoodopvang. Dus we gaan niet bij de ingang zeggen van, je hebt geen brief ontvangen, dus je bent niet welkom. Maar we gaan ook niet uitgebreid op allerlei andere thema's. Het gaat die avond echt primair gericht op de crisisnoodopvang. Want anders gaan we het hele palet, wil er best wel aandacht aan geven, maar... Het is vooral bedoeld voor mensen die vragen hebben, omdat ze te maken krijgen met het feit dat de fakkel die 2 weken lang, of die 5 dagen lang, mensen met een, daar vluchtelingen in zitten. Dus dat is de reden voor die informatiebijeenkomst. We hebben natuurlijk eerder al een keer een avond gehad over wat gaan we aan lossen allemaal aanbieden aan mensen. Wat is ons palet waar we naar kijken. Dus dat is een beetje de reden waarom we nu hebben gezegd van jongens, we gaan ons met name richting hierop. Je bent de meest verantwoordelijk voor de openbare orde. Ja. Heeft u ook een scenario, een negatief scenario, van een aantal plaatsen in Nederland is toch niet zo goed verlopen? Er zijn protesten geweest. Voor de avond?
Bent u daarop voorbereid? Nou ja, kijk, we zijn op alles voorbereid. Dat ging het over het algemeen niet over crisisnoodopvang. Die informatieavonden waar die protesten, dat ging vaak over een langdurige AZC. Dus het gaat om een heel andere discussie. Maar natuurlijk ben je op alles voorbereid, maar onze ervaring is, hè, ook hier in het Losserse. Ik bedoel, we hebben nog een andere bijeenkomst gehad. Er was wel wat, hè, er waren wel mensen die vrij emotioneel waren, maar het, ja, weet je, we hebben niet onze ervaring dat mensen agressief worden. Dus wij gaan ervan uit dat het gewoon een goede avond wordt. Waar mensen echt als ze vragen hebben, mensen vragen hebben omdat ze bepaalde dingen waar ze zorgen over hebben. Nou, iedereen is welkom als het om die crisisnoodopvang gaat, om die vragen. En we zullen er gewoon goed antwoord op geven. En voor wat betreft, ook de ouders van de kinderen van de Terschelling College krijgen een brief. Dus die proberen we ook op die manier te informeren. En ik heb ook nog een apart gesprek met, daarnaast is Winlo, om daar met ouders en bewoners nog op een apart moment even om tafel te zitten. Dat zij de directe buren zijn, dus dat hebben we op een ander moment.